Ligt het nou aan mij of is het hier nou zo warm? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Super Mario 3D World. Ik ben er weer. Zelfde Peter, ik moest echt even naar mijn werk na gaan denken. Het lijkt hier wel ondertussen een sauna. De geiten zei, oh, hoi. ZP20, ik heb het 93% uitgespeeld. Waar woon jij? Ik woon thuis. Hier in mijn studio. Met mijn huisje hier. Ik bedoel, wat was jouw naam? Rivano, het probleem is, ik kan natuurlijk niet mijn exacte adres vertellen en noem maar op. Maar ik woon in omgeving Brabant, zeg maar vanuit Brabant. Ik woon in omgeving Den Bosch, houd daarop. Dus niet in Den Bosch, maar omgeving. Ja, je hebt omgeving. Oh, het is de return of the zaklamp. Oh, mag ik een vuurbloem? Volg de muntjes. Geef me een vuurbloem, want dan zie ik tenminste waar ik... Oh, die geven ook niet echt veel licht. Oké. Nou kan ik weer heel erg lazy zijn en gewoon zeggen van... ik tap alles gewoon, maar laten we gewoon eerlijk wezen en gewoon hier overheen lopen. Ligt eraan alsof de, als het een beetje er te moeilijk in neer kan zetten. Dat was dom dat ik die oppakte. Maar dan zou ik wel de touch gebruiken en hey... Kaarsjes zijn altijd handig. Oh, spiny. Ik heb zo'n gevoel... Mag ik hier wel overheen lopen? Ik had zo'n gevoel dat ik daar niet overheen mag lopen. Oh. Ah. Maar, oké, als we hier dus zeg maar van deze puzzels neer hebben... Waar heb je dan de stems en de groene Ik heb vuurkrachten nodig. Oh, snijkvogels. Dankjewel, Destiny. Ik vond de snijkvogels grap ook zo hilarisch. Ik had gewoon moeite met mijn lach in te houden. Serieus, jongens. Oké, nou. Ik zie er hier een. Ik zie daar een. Dan zal er hier ook... Ah, kijk. Onze eerste groene ster. Geweldig. En een beetje licht. Er is licht op het einde van de tunnel. Oké, dan gaan we naar sidescrollgebied. Dat is decent. Nog een vuurbloem erbij. Oh, jullie zijn wel vriendelijk met je vuurbloem, omdat je vuur echt hier nodig hebt. En wat zit hier dan? Een green star. Oké, nou ja, die is makkelijk, maar eigenlijk best wel te missen. Oké, ik zal stoppen. Oké, eventjes dit allemaal eventjes oplichten. Ze zijn echt vriendelijk met de vuurbloemen, jongens. Dat is goed. Moet ik ze hier ook nog allemaal aansteken of zo? Iets in die trend? Nee? Ik heb de stem nog niet. Altijd degene volgen waar geen muntjes liggen. Altijd doen. Waarom? Dan brengt het jou altijd naar een secret. In dit geval dus de stem. Oké, we hebben hier... Oh, heel veel van die vuren dingen. En spinies. Zeg, meneer Piranha, vuurvreter, schavuit. Zou je zo vriendelijk willen zijn om niet de hele tijd vuurbloemen... En jij hebt me geraakt. Daar heb ik problemen mee in het grootst. Oh boy. Oké. We hebben nog één spiny. Die spiny kunnen we gewoon negeren. Oh, spiny is al lang weg, daar niet van. Maar nog steeds. Oh! Oké, nou, er zit daar een secret vraagtekendoos. Yay! Altijd verder kijken voordat je een green pipe ingaat. Nou, het voordeel met Peach is... Peaches. Het voordeel met Peach is, op het moment dat jij dus zeg maar een gouden vlagster wil halen, is, en je hebt geen catsuit bij je, is Peach eigenlijk best wel handig om bij je te hebben. Aangezien Peach de hover ability heeft. En daardoor kan het makkelijker zijn om daar dus de gouden ster te krijgen. Altijd handig. Yay! We hebben het level gehaald.
is dat de stem die ik heb gebruikt voor Peach. Peach had toch altijd zo'n royale, een beetje Prinses Zelda stem van de Final Fantasy series. Oké, wat hebben we allemaal voor tekst? Ik zag een heleboel tekst, dus ik wil die eigenlijk wel even lezen. Mocht dat boeiend... Ouch! Mocht dat iets boeiend zijn... Dan kom je heel veel fanberichten tegen. Dat is eigenlijk best wel grappig. Dus, maar goed, even kijken wat die tekst is. Knip maar dan vooruit. Knip maar vooruit. Doe maar. Knip. Ja hoor! Hallo CP20, dat Goomba hoofd is ervoor dat Goombas niet op je afkomen. Ja, dat had ik al meegekregen. Ik lees alle reacties. Dat had ik inderdaad in de reacties een paar keer voorbij zien komen. Nogmaals, tot Goombas niet op je afkomen. Ik vind het Goomba hoofd heel erg vervelend, aangezien dat op het moment dat je het Goomba hoofd hebt, dat je dus zeg maar niet je, als jij een boemerang hebt of een vuurbloem, dat je niet zou kunnen schieten. Dus, en ik had ook gelezen dat ik ook gewoon op een touchscreen op de gong kon drukken. Dus, nogmaals, bedankt dat je dat zegt, zeg maar, daar via zo'n Miiverse bericht. Maar, maak jullie geen zorgen, ik lees de reacties echt wel, dus, bedankt. Oh, 100 seconden, oh boy. Oké. Voordat we beginnen. Geen groene ster achter ons. Oh, wacht, er zit hier wel een blokje. Waarom zit hier een blokje? Oké. We doen het er gewoon mee. Oké, we hebben al 20 seconden verspeeld. Doen we goed. Oh, nee, niet dit level. Oké. Boy. Oh, snijkvogels. Wauw. Wow. Oh, wat ben ik goed bezig. Oh, dit wordt een fel montage, daar word ik niet vrolijk van. Ah, oh, arme toekomstige ik. Oh god. Oké, eerst de groene ster even. Ik pak de middelste. Ik had zo'n gevoel dat dat juist de goede was. En oh boy. Oké. Oh, dit gaat mij veel te snel, jongens. Zoals jullie weten van mij, ik ben niet goed in speedrun tactics. Shenanigans. Oh, daar ga ik alweer. Bijna. Bijna goed. Oh, je kunt niet in één keer omdraaien. Ik denk bij mij, laat ik een slim wezen, maar nee. En spring! Oké, we hebben de stem. Snikies! Please zeg maar dat het naar de bovenste gaat. En... Yes! Oké, dat... Dat was... een ramp. Oh, hemel. Oh, god. Oh, jeez. Waar is de stempel? Tip, dat gat in het midden is een groene munt. Hallo, CP20, dat Goomba hoofd... Ja, die hadden we al gelezen. Stan, je bent geweldig. Wauw. Dat ging, niet zo vloeiend. Oké, gratis stemphuisje. En... Ik heb trouwens geen reacties meer gekregen over hoe dat je het makkelijkste, zeg maar, die slotmachine kan doen. Dus, zoals ik al zei, iedereen zijn eigen manier. Dat vind ik eigenlijk best wel leuk, dat iedereen zijn eigen manier zo vast heeft. En dit is de achterkleinzoon van de neef, van de nicht, van de tante, van de oom, van de vader, van de moeder, van de achter-achter-oud-oud-tante. Van Navi, weet ik veel. Die grap is getting old. Wie is daar? Gewoon even dankzij. Zwart scherm. Black screen. Oké, nou laten we ook eventjes gelijk deze doen. Ik zag erin staan van is geweldig, maar ik had niet echt goed gekeken. Oké, concentratie. De cherries. Ah, net de laatste te vroeg. Ik wou het te snel doen. Ah, ik wou het te snel. Nou ja, we hebben in ieder geval een paar van onze levens terug die we kwijt zijn geraakt in dat level van net. Dus we hebben het decent. Is gedaan. Oké, nou volgens mij staat er nou weer een andere. Of is dit nog steeds van je bent geweldig? Of is dat nou weer die andere comment? Nee, dit is een andere.
Ik weet niet wat er stond. Misschien ook het freeze frame of iets. Misschien ook niet. Laten we naar dit level toe gaan hier. Oh nee, die hebben we ook al gehaald. Die hebben we gehaald. Dan kregen we een stempeltje. Goed, dan gaan we naar deze toe. En dat is het blauwe Bullymeer. Ik vind het wel grappig hoe dat dit eigenlijk de lava-wereld is. En dat we overal naar blauwe lava hebben. Ik hou niet van lava. Oh boy, 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 oh boy. Oké, nou, iets zegt mij dat wij die bullies gewoon moeten gaan verslaan. Bully, bully. Vond trouwens grappig dat sommige mensen de bully-serie nog steeds kenden. Dus, ja. Leuk om dat te lezen, jongens. Het is een hele oude serie, vergeet dat niet. Maar echt leuk dat sommigen van jullie dat nog steeds herkennen. Oh, en Drybones, daar wil je hier, heb je een speciaal trucje voor. Als je die dus, zeg maar, boven de lava platstampt. Klinkt heel erg brutaal wat ik hier zeg, maar goed, het is wel zo. Dan komen ze niet meer terug, want anders respawnen ze, kunnen ze zich maar weer herstellen. En daar is niemand een grote fan van. Oké, nou, als ik dus gewoon hier zeg van ik skip dit helemaal en wat jou betreft... Oh, kijk, nou kan die respawnen, daar ben ik niet echt een blij konijntje over. Oh, dat was dom! Oké, laten we dit nou eens een beetje wat subtieler aanpakken. Door gewoon nou op het goede moment te gaan rondrennen en zo de ster te pakken te krijgen. Lijkt me een veel... Oké, dat ziet er nou net alsof dat het een blanco ster is. Ik dacht dat hij daar in het midden zou verschijnen eigenlijk. Oh ja, maakt niet uit. Oké, nou. Ik zie daar trouwens ook al de stem. Dat is alleen maar gunstig. En hier kunnen we heel eventjes kijken van... Oh, daar zit ook een groene ster. Oké, leuk. Dankjewel dat je dat even vertelt. Waarom heb ik zo'n gevoel dat hier niks zit? Ik hou ervan als ik gelijk heb. Oké, nou eerst even die stem pakken. Moeilijke sprong. Precisiewerk. Precisie. Precisie. Ja. Nieuw Nederlands. Precisie. Oh, dit was dom. Dit was dom. Dit was dom. Oh, kom op. Zo kun je niet hoeveren. Flame. Oké, nieuw stuk. Oké. Zie je wat jullie hier doen? Wat hebben we hier? Ja. Handig zo die vuurkracht als je die hebt zo. Oké, nou, we hebben de tweede ster. We weten waar dat de derde ster zit. Die zit daar ergens achterin boven of zo. Dus dat gaat wel goed komen. Tenminste, dat hoop ik wel, want ik heb nog geen checkpoint gezien hier eigenlijk. Oh. Had ik het niet eerder over die checkpoint kunnen hebben? Jeez. Oké, nou hebben we in ieder geval de checkpoint gevonden. En dit doet me een beetje denken aan de Crash Bandicoot stage die je had, zeg maar, van de allereerste Crash Bandicoot game. Daar had je ook van die plateaus die Maar er waren allemaal van die puzzels. Weet je wat nou het probleem is, Bully? Ik heb vuurkrachten en jij niet. Zou wel leuk zijn, een Bully met vuurkrachten. Nintendo, make it happen. Oké, nou hier omhoog. En volgens mij zit hier ergens dan die groene ster waar ze het over hadden net. Zit hier boven misschien? Nee. Oké, nou. Interessant. Heel boeiend. En hier kunnen wij weer hetzelfde trucje... Ah, trouwens, weet je wel? Ik negeer jou gewoon. Ik kan je gewoon negeren. Ja. Oh! Oké, even hier wachten. Even touwtjes springen. Oké, nou, we hebben in ieder geval alles compleet. Dus nou alleen nog maar eventjes hier een gouden vlekpot halen. En we hebben hem gehaald. Yay. Yes. Het is alleen jammer dat we geen Goombas meer, of geen Koopas meer tegen zijn gekomen. Omdat jullie wouden dan dat ik bukte en dat ik de Koopa Shell op zou doen of zoiets. Dus, oké, nou. Alle bullies zijn vernietigd. En, oh, hier krijgen we dus zeg maar zo de plateautjes dit keer. Oké, nou eventjes voor een snelheidje zorgen. We kunnen hoeveren. Dus ik denk dat dit geen probleem gaat worden om hier de Golden Flagpole te gaan halen. Olé, Golden Flagpole. Yes! Show me your moves! Yes! Oké, nou, we hebben de stamp en dat is een blokje. Nou, daar kunnen we ook wel heel veel leuke dingen mee maken, zeker. Ik bedoel, bij Mario Maker had je die ijsmagneetjes had ik gekregen. En ja, daar kun je best wel leuke dingen mee maken. Nou, Luigi versus Mario. Hi Lucy, ik hou van je. Denk ik dat er staat. Hey Lucky, hi Lucky.
Hallo Zelda Play 20, daar ben ik weer. Stan, ik kom je heel erg vaak tegen inderdaad, dat is wel grappig. Het probleem is nou dat ik je dus zeg maar bij elk level tegen ga komen, dus... Niet dat het erg is hoor, maar... Ja, het is echt elke keer ook maar de vraag van wanneer dat ik deze video's eigenlijk upload of wanneer dat ik op een bepaald punt ben. En zo te zien hebben we twee bazen, of ja, twee mini-bazen, dus... Ik denk dat ik dat voor de volgende level bewaar en dat ik dat baseer als één level. En heb jij nog iets leuks te zeggen? Ik heb... Oh ja, jij had niet genoeg sterren, help. Nou, dat is heel erg jammer. Dat is best wel jammer om dat te lezen eigenlijk altijd. Dus, coole man. Jente. Zoveel mogelijk eventjes langslopen iedereen. Gewoon even langs iedereen heen lopen. Oh, wat? Ik weet waar de stempel is. Jij ook? Ja. En, Jord. Oké, hartstikke gezellig. Nou, ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje voor deze aflevering? Laat het weten. Faal, 100 seconden. Faal. En, Hint. Nee. Wat ben je flauw, ik weet het. Maar ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Mario 3D World. Bedankt voor het kijken. Leukste momentje. Laat het weten natuurlijk. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. Enorm nog bedankt voor de support, jongens. Ik ben bezig met de 3000 sub video. Sorry dat die nog niet online is, maar er zit ook heel veel editwerk in. En de hardcore series verder gaan, er zit ook heel veel editwerk in. Jullie kennen de drill ondertussen. Dus bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doei!